Het volgende mysterie brengt ons hier naartoe. The fast travel in lucent waters. Laten we eens even lezen. Knowledge is power. Stand on the bridge that connects two curved promenades. Kijk, we staan op een brug. Hier zo. Een brug. Die verbindt twee kromme promenades. Hè? Twee kromme walkways. Dan staat er daarna. Face the one parent and its four children who each have eight legs. Dat zijn deze gebouwen. The one parent met acht benen. En 1, 2, 3, 4 children. Allemaal 8 benen. En de opdracht is dan: solve the logic grid on your left. Using the rules of the logic grid on your right. Replacing BDCA met 1, 2, 4, 8. Dus dit zijn de regels. Connect all dark cells. Connect dark cells. Ik schrijf het even op voor mezelf. Geen 2 keer 2 dark. Exactly one symbol per light area. Oké. En dan BDCA is 1, 2, 4, 8. En dan moet deze moet dan opgelost worden. Dus BDCA. 1, 2, 4, 8. B is dus 1. Volgens de nieuwe regels. D is 2. Dus die kan niet daar verbonden zijn. C is 4. Kan niet met A verbonden zijn. Kan wel zo. En A is 8. Waarvan wij dus ook hebben gezien. Even kijken. Connect all dark cells moest ook. Volgens de regels. Dus hier moeten we een verbinding maken. Even kijken. Geen 4 bij 4. Kan allemaal. En A is 8. Volgens de regels. Connect all dark cells. Die moet dan omhoog. Kijk. Dan. C is 4. Die kunnen niet met elkaar verbonden worden. Dus dit kan. Dit kan ook. D is 2. Ik mag ze niet met elkaar verbinden. Want een andere regel was 1 vakje per blok. A is 8. D is 2. En ik moet connect all the dark cells. En geen vierkantjes maken. Stel ik doe daar een dark cell om de verbinding te maken. Ik mag geen vierkantjes maken. Connect all the dark cells. Dan moet die eruit. A moet dan daarheen. Ja, die moet. Als ik dit doe, sluit ik hem af. Dus die moet dan doorgebouwd worden. A moet 8. Er moet een plaatje per ding. Dus dan kan ik die verbinden. Dan maak ik die vol. B is 1, dat weten we. Deze A moet ook 8 zijn. Moet door. Connect all dark cells. Die moet daarheen. Die moet dan daarheen. Die moet daarheen. Even kijken. C. Moet 4 zijn. Als ik die doe, loop ik hier klem. Als ik die doe, moet ik hem afsluiten. B moet verbonden worden. D is 2. Kunnen we daar verbinden? Die moeten we blijven vasthouden. C is 4. Nou, die kan niet naar boven, want daar zit A. Dus die doen we dan maar zo. Afsluiten. Even kijken. Dan A is 8. Vierkantje van zwart mag niet, dus die moet wit zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan niet naar beneden, die moet zwart zijn. 7. Dan kan die wel drie kanten op. Kijk, 4 bij 4 mag niet. Dus die moet dan daar. Die zou naar boven kunnen. Moet ik hem afsluiten. Dit mag weer niet een vierkantje maken. Dus deze A moet daar naartoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er moeten er nog 2 aan. Hier maak ik de verbinding. Hier maak ik de verbinding. D is 2. Dus het zou daar kunnen zijn. Als ik die dan verbind.
1, 2. Maar dat kan niet, dan heb ik niet connected op Dark Cells. Stel ik doe D naar beneden. Hou ik hem, verbind ik hem daar. Hier moet verbonden worden. Dan heb ik 4 zwart op een rij, dat kan niet. Doe ik dit zo. Connect Black. Zo. Zo komen wij er ook. Connect all dark cells. Check. Geen blokjes van 4 maken. Check. B is 1, D is 2, C is 4, A is 8. Check. En daarmee lossen wij op. Knowledge is power. Daarmee opgelost. En dat betekent dat we dus ook deze video over dit mysterie kunnen beëindigen. En dan zien we jullie graag weer in het volgende deel. Dus graag. Tot dan!